Verrassende dingen gelezen? Nou, niet qua inhoud, maar wel qua presentatie. Oh ja? Want als je, ja, precies. Als je afgaat op wat de Britse tabloids de afgelopen dagen verteld hebben over Harry en hoe slecht hij is voor het... voor de mensheid en zeker voor de koninklijke familie, dan denk je, nee, dit is toch anders. Als je het in context ziet, is het toch anders. Ik vond hem beter bespraakt, emotioneel intelligenter. Hij had ook een paar goede punten die hij maakte over de verhouding tussen het paleis bijvoorbeeld en de Britse pers. Hoe die symbiotische verhouding in elkaar zit, hoe de een de ander manipuleert. Maar het jammer is inderdaad dat het ondergesneerd wordt door alle details. Ik bedoel, we willen gewoon niet weten, tenminste ik niet, het probleem met of je nou wel dan niet een baard mag laten staan, dat zijn grootmoeder aan te pas moest komen om daar zijn toestemming aan te hechten. En dat vond ik nog het minst, eerlijk gezegd. Oh, maar dat je daar zo lang over schrijft en over praat, dat irriteerde mij. En ook willen we echt, nou ja, misschien wil jij het wel weten, maar bevroren penis. We hebben het net al in een gerecht lastig gekomen. Dus, alweer een uitzending over door wie je ontmaagd bent. Hoe die ontmaagd is. Vind ik wel leuk om te weten, hoor. Zat dat druk bij? Ja, wel leuk om te weten, maar het is te veel. Dat gaan we nu ook met de tafel even delen. Iedereen. Nee, dat is toch.